Mijn auto, jongens. Daar gaat hij. Ja, dus wel heel erg ook, denk ik, in de prijs. 1, 2. Ik denk dat dit de eerste dag wordt dat ik in de tuin ga ontbijten. Leuk. Good morning en welkom bij deze nieuwe eendagsvlog. En je ziet het, jongens, ik zie er weer fleurig en fruitig uit. Want ik heb namelijk een nieuwe bestelling deels geopend. Er zitten nog allerlei dingen in de verpakking die ik zo meteen met jullie ga openen. En wat ga ik verder doen? Nou, ik ga heel veel geld uitgeven vandaag waar ik een jaar tegenaan heb gehikt. Maar nu is het toch echt het moment om het te doen. Ik zal jullie er later meer over vertellen. Maar dat het me een rip uit mijn lijf kost, dat mag duidelijk zijn. En ik ga nu elk moment een reel opnemen. Dus ik heb hier kleding klaar liggen. En dan ga ik nog een andere reel opnemen met een babyfoto, of een babyfoto, een kinderfoto van vroeger. Maar het liefst zou ik nu meteen beginnen met filmen, maar ik moet eerst van mezelf even ontbijten. Want anders dan is het inmiddels weer 12 uur. Dus ik zou zeggen tegen jullie, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet om te abonneren, jongens, want dan zie je iedere week zo'n video. En dan zeg ik heel veel kijkplezier. Ik denk dat dit de eerste dag wordt dat ik in de tuin ga ontbijten. Leuk. Terwijl mijn pannetje op het vuur staat, voel ik even of het kan. Oeh, dat is wel fris. Nee, dat feest gaat niet door. Maar goed, we kunnen leuk naar buiten kijken. Havermout met havermelk dit keer. Oh ja, ik heb net alles op en nu zie ik dat er een vliegje op de bodem zat. Ach ja, kan gebeuren. Dit is een outfit voor de reel. Deze schoenen horen bij deze outfit en dit is een outfit. Want het leek me leuk om 3 outfits met 1 vest te maken. En dan doe ik even wat lippenstift op. Zo vind ik een soort Your Lips But Better kleur, kijk. En nu denk ik van waar ga ik die reel nou opnemen? Want ik zou het hier kunnen doen, maar dan heb je die deur, daar hou ik niet zo van. Wel de meeste ruimte. Of ik moet de eettafel daar even weghalen en dan kan ik het daar doen. Of misschien toch hier bij Kees. Ja, ik denk dat ik dat doe. Dat is leuk. Nou, even de setup maken. En dan mijn telefoonstandaard, jongens. Deze is geweldig. Gekocht op bol.com voor, dacht ik, 30 euro. Beste aankoop ooit, want hij is heel klein in je tas. Maar kijk... Hupsakee. En hier is ook nog een afstandsbediening. Allemaal voor die prijs. Dus ik zet toch even hier in de beschrijving beneden een linkje naar dit apparaat. En dan als je hem koopt via die link, dan krijg ik bijvoorbeeld 5 cent of 8 cent. Het is een berekening hoor, maar niet veel. Maar toch leuk voor mij. Dus deze gebruik ik. En dit wordt een reel die ik even op mijn computer moet monteren zo meteen. Want ik ga dus 3 beelden naast elkaar zetten. En dat kan niet in Instagram zelf. Kijk hoe geweldig. Spannend, want het is een one-taker, die eerste. 1, 2. Outfit 2 met een light wash jeans. Nou, de laatste. En even een outfit change, want nu neem ik nog een andere reel op waarbij ik deze kinderfoto ga namaken. Met mijn lievelingsparkiet. Maar ik heb natuurlijk nu geen parkiet, maar wel deze. Zeg. Nou ja.
voor zometeen om uit te pakken met jullie. Maar eerst, je hoort het al, een theetje en monteren. En dan gebruik ik hem nog zo'n 3 keer. Mijn auto, jongens, daar gaat hij. Ik zal jullie zo bijpraten. Hallo, met Denise? Ja? Oké. Ja, dus wel heel erg ook, denk ik, in de prijs. Als dat allemaal wordt gedaan. Ja, dus het moet wel eigenlijk. En verder ziet hij er nog wel aardig uit, die hele auto. Ja, dan doe ik het maar. Het is even een investering dan maar weer. Nou jongens, ik dacht dat mijn sleutel duur was. Maar het is een flink bedrag waar ik een paar maanden voor moet werken. Maar ja, ik doe het wel. Het is niet anders, jongens. Ik ga maar weer monteren. En ik moet zeggen, ik heb alweer een beetje, ben ik mentaal bijgekomen van het bedrag. En waar werk je voor? Om te kunnen leven natuurlijk, hè? Tijd voor de unboxing. Ik heb al een pakketje met ringen opengemaakt. En dit zijn 2 van de 6 ringen. Deze zat erbij. En deze. En deze. Zo één. Deze zag ik ook bij Monkey laatst. Deze items zijn overigens allemaal van Shein. Deze heeft ook glitters erin. En ik heb nog meer glitterringen gekozen. Hartjes met glitters. Ja. Had ik dus deze oorbellen, wat ik al zei. Maar ik heb nog meer oorbellen. Hartstikke leuk. En nog een plastic oorbellen set. Ook leuk voor de afwisseling. En verder was ik dus in de cardigan stemming, oftewel vestjes. Ik wilde van die korte vesten. Dus ik heb deze besteld met allemaal van die madeliefjes erop. En de andere die ik heb, die heeft ook pastelkleuren. Tada! Ook perfect zou ik zeggen. Leuk, kort, mooie pastelkleur. En dan ga ik nog heel even aan het werk voor mijn online bezigheden. En dan ga ik mijn auto hopelijk ophalen. Nou, we zitten in de auto. Dat betekent dat hij toch vandaag klaar is. En? Dus ik mag mijn portemonnee trekken. Oh, alleen je portemonnee? Nou, ik ben weer thuis. Hij reed heerlijk. Dus ik ben blij hoor met mijn auto. En heel leuk. Ik had net even met Rutger gebeld en Thomas. En we gaan zo Fortnite doen. Heel veel zin in. Oh, ben jij weer offline? Fortnite was leuk. Het beste wat we hebben behaald is de 2e plek. En leuk nieuws, morgen ga ik afspreken met Rutger. We gaan gezellig even lunchen. Dus ik hoop dat jullie dit weer een leuke vlog vonden om naar te kijken. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. En heel erg bedankt voor het kijken. Tot op TikTok en Instagram.